En we gaan weer verder. Welkom terug. Uur 2 van de 3 uren van Monza. Zo, we zijn net op pitstop geweest, dus we liggen nu achteraan. Eens kijken hoe we de tweede uur gaan volmaken. We hebben weer een volle tank benzine. En verse banden. Start. En als je het eerste uur ook gekeken hebt, dan is dit een familiarisatierace voor mij. Want ik heb een nieuw stuurtje, oude stuurtje, deed het nog prima, maar was echt wel verouderd. Oh jee jongens. Dat ging maar net goed. Dat ging maar net goed. Nou, de pitstops beginnen voor de rest ook nu. Blijf nog steeds wennen. Ik begin wel weer te wennen aan mijn nieuwe stuur. En met name dus de pedalen, zoals ik in uur 1 al uitlegde. Dit stuur heeft een veel grotere eigen steering lock. Dus ik moet veel meer sturen nu voor dezelfde beweging in de sim. En het rempedaal is veel stijver. Dus ik moet veel meer kracht zetten om te remmen. En dat betekent dus ook gewoon spiergeheugen kweken. Goed te modelleren van het remmen om de knie te krijgen. En dat is niet alleen met de stand van mijn voet, maar ook gewoon met de kracht die ik uit moet oefenen op het pedaal. Kijken hoe we uitkomen. Dan ging als zesde de pits in.
12 en ik zie dat de meeste mensen voor me, die ik nu voor me zie rijden, allemaal een pitstop gehad hebben. Dus net bij dat geintje uitkomen van Ascari. Ook met de pitstop lijkt het dus best wel wat tijd verloren te zijn. Dat is dan wel weer jammer. Aangezien de pitstops verenigd hier regel die toch een beetje dezelfde lengte hebben. Voor alle teams en auto's. Kijken wat we ervan kunnen maken. Het lijkt er wel op dat als ik een beetje terug wil komen naar voren, dat ik toch wel in deze stint moet gaan knallen. Maar ik begin, als ik eerlijk ben, mijn gevoel aardig te krijgen. Ik begin meer durf te krijgen. Mijn vertrouwen in de auto weer een beetje te krijgen. Ik weet hoe deze auto kan. Ik ben aardig gewend aan de Aston Martin V8. Dus ik weet waar zijn grenzen liggen. Dat aanvoelen via je gear, je stuur, je pedalen, je graphics. Dat is natuurlijk waar het om gaat. Ik ga ook wat meer risico's nemen nu. Vergelijkbare tijden, hè? Allemaal 1,52's. Als mijn ding erop zit, dan moet ik 1,51 gaan rijden. Het is geen nog wat lastig is, want dat waren natuurlijk maar kwalificatietijden. Dan heb je niet 100 liter brandstof bij je, dan heb ik hoogstens 20 of 30 liter bij me. Lijkt wel dichterbij te komen. Zo dat 1,3 seconden achter, 0,9 seconden achter Sandy Mitchell. Een Lamborghini. Amateurrijder nummer 77. En zelf probeert wel bij Timo Mosca, de 55 Audi.
Dan zie je dat de Lamborghini gewoon wat sneller weg is vanuit een langzame bocht. Aston Martin is een hele mooie stabiele auto. Met een prima pk van 640 pk. Maar de torque op lage snelheid, die laat wat te wensen over. Dus korte acceleratie, van langzaam uit. Dat is een van de minste in de, van alle auto's. Ik rijd nog redelijk safe, ik kan agressiever gaan rijden, maar ik durf het nog niet zo. Niet zoals ik met mijn oude stuur gewend was. Het leuke is, door deze twee aan het vechten zijn, dus verdedigen zijn, zijn ze langzamer. Iets in de rem om een veilige afstand te houden. Je ziet wat hier gebeurt. De een moet verdedigen, de ander weet aanvallend. Dus daar hebben ze allebei geen perfecte lijn. Zijn ze langzamer in die bocht. Dus je moet ook niet te dichtbij komen, dan knal ik erop. Als ik met de Aston wat uit wil halen, dan moet ik het met uitremmen doen. Niet zozeer met uitaccelereren. Hier lijkt een kans op te komen. Ja, ja. Oh, oh. Ja, houdt spannend. Hij zit aan de binnenkant. Kijk, en dan zie je, en een derde gaat er mee heen. Switchback. Wat opnieuw proberen. Uitremmen voor het viel, joh. Geweldig. De AI in dit spel, met je online racen, is gaaf hoor. Menselijke tegenstanders, maar de AI in deze sim. En hij raakt me. Dat is jammer. Dat wil zeggen, de AI is ronduit geweldig in deze sim. Ik heb voor deze race schade even uitgezet. Dit was even jammer. On the left. Me
clear on the left. Uithouden en opnieuw beginnen. Heerlijke geratel ook van het stuur als ik over een curbstone rijd. Voor CPEX wel van een tandje hoger dan wat ik gewend ben. Het gaat natuurlijk niet zozeer om de kracht, maar gewoon om het gevoel krijgen dat de kracht die op zijn auto heersen, op zijn stuur heersen, dat die overgebracht worden naar je gevoel, zodat je beter door bochten en alles heen kan gaan. Twee is toch geen verkeerde tijd, al met al, voor mij. Want met mijn oude stuur reed ik, nou, 1,55 hoog, 1,53 in een race. Dus in principe reed ik dus al sneller met mijn nieuwe stuur. Twee Bentleys aan. Oeh, het is te vroeg. Oh, jongen. Ja, nu maken we er een potje van. De eerste foutjes komen hier duur te staan. Kijk, plus 5 seconden bijna. Op een normale tijd. En GT3 het zich zo dicht bij elkaar allemaal. 5 seconden is een eeuwigheid. En zelfs al heb je een halve seconde op de auto's voor je. Dat betekent dat een halve seconde, 5 seconden, ben je eigenlijk gewoon 10 rondes bezig om het gat weer dicht te rijden. De verschillen zijn gewoon niet zo groot. Ik merk nu dat ik enthousiast ben op mijn gaspedaal.
behind the car in front of sector 2. Yeah, falling behind. Car on the right. Jongens, jongens, jongens. Dat is weer zo'n gevalletje. Je moet wat harder remmen. Dan denk ik dat ik op de limiet zit. Gewoon niet dichterbij. Loopt ook niet echt uit, maar. Enthousiast. Dit is een mooie exit. Niet beslippen. Doet dus niet. Dat is dan weer jammer. Moet ik een beetje meer naartoe werken. Ondanks dat ik wat plekken verlies, is het een goede leerschool. Dit is voor mij niet. Ik hoef deze race echt niet te winnen. Het is dat ik weer een beetje competitief wil gaan voelen. En dat voel ik me langzaamaan wel. Ik ben zeker niet de snelste rijster die. Die in deze zin rondloopt, verre van zelfs. Maar als ik leuk mee kan nemen met de subtop of met de middenmotors, vind ik het eigenlijk wel prima.
domineren aan de voorkant van het veld is ook geen lol aan. Dit is wel leuk namelijk, dat je toch weer een korte afstand van mensen aan het racen bent. Kijken we eens een beetje slipstream kunnen pakken. Maar apropos door die inhaalactie van hem. Hij heeft hem ingehaald. Te langzaam, even bijtrekken. Car on the right. Clear on the right. Heel avontuurlijk. Maar ik ben er langs. Op het randje hoor. Bijna op de helft van de race. Denk ik dus dat ik rem, maar ik zie dus even in mijn ooghoek dat ik dus daar niet rem nog in de bocht. Dus ik moet echt voor het trailbreken gewoon harder duwen. De eerste zeggen van een paar millimeter van het rempedaal, wanneer ik al best wel aan het duwen ben, geeft hij eigenlijk niks, geen uitslag op de breakmeter. Het gevolg dat je denkt dat je hebt, maar dat doe je niet. Dus ga je te hard door de bocht heen. Met alle gevolgen voor de exit-snelheid. Dan verlies je op Monza zoveel. En de tijd dat je in een bocht hangt, die staat in het niet tegenover het aantal rechte stukken wat erachter zit. Dus je kan beter maar iets langzamer door de bocht gaan om dan een snellere exit-snelheid te hebben. En zo daarvan te profiteren over die... Nou, zeggen we 15, 20 seconden van het rechte stuk dat erachter zit. Een bocht duurt 3, 4 seconden. Het rechte stuk moet je op kapitaliseren. Zeker op Monza. Halverwege de race.
niet echt dichterbij aan die McLaren. Ik had toch de hoop dat... Ik heb in het begin natuurlijk best 60 gereden. En heel veel mensen achter me gehouden. Maar het lijkt erop dat we eigenlijk gewoon een beetje dezelfde snelheid pakken steeds. Dus dan kom je niet dichterbij. Ze lopen misschien een beetje weg. Grosso modo, als je geen foutjes maakt, lopen zij niet heel ver weg, maar loop ik ook niet heel veel in. Dat is in principe natuurlijk leuk als je eerste ligt, want dan rij je gewoon fluiten naar de eerste. Maar als je een paar foutjes maakt en van 6e naar 17e gaat, ja, dan heb je gewoon pech. Vorige 1.52.7. Heel langzaam kom ik nu weer dichterbij. Om het vervolgens hier te verkloten. Dit is zo jammer. Ik ben mijn eigen grootste vijand. Iets te veel risico. Ik haal het niet. En je ziet meteen waar de gat die slaat. Zat ik op 0,8 seconden van hem, nu is hij gewoon 2 seconden weg van me. 2,6. En om dat bij te halen in 3,4 tienden van een seconde. Per ronde verschil, ervan uitgaande dat ik dat verschil kan blijven volhouden natuurlijk.